Deze nieuwsuitzending wordt de derde nieuwsuitzending over abortus in het nieuws. En dit is naar aanleiding van een artikel wat staat op prisonplanet.com, wat vandaag gepubliceerd is. En dat is naar aanleiding van iets wat gebeurd is, in gang gezet is, op 10 oktober vorig jaar, dus 10 oktober 2018. Laten we even kijken naar deze man. Die is dan pro-abortus, pro-choice. En de beweging waar hij nou tegenaan gaat lopen schoppen, die is pro-life. Nou, gaan we even luisteren. It's the law. Somebody gets raped by somebody and they're like, I'm a 16-year-old and I can't have this baby. Think you should keep it? It's a baby. If someone was raped and she gave birth and she decided to kill her 3-year-old child. I meant to get your phone! Someone call the cops! Meant to get your phone! Do not touch me! Someone call the cops! Kijk, dit is het soort tuig dat pro-choice is. Ik doe even het geluid uit. Dan moet je even kijken naar zijn gelaatsuitdrukking voordat hij gaat schoppen. Zo. Hij doet als eerste duimpje op, duimpje omlaag. Hè? En dan moet je kijken wat hij nou doet. Kijk, kijk, kijk. Bam. En dan zegt hij, ik bedoelde om tegen je telefoon aan te trappen. Nee, hij schopt die vrouw voor de kloten. Ja, als als jij dus pro-choice bent, ja, dit zijn je vrienden. En dan om even in te gaan op voor de krak. Even trek het kabeltje eruit, want we hebben genoeg audio gehad. Wat hij naar voren haalt is de kwestie van hoe moet het nou als een vrouw verkracht is? Mag ze dan abortus laten plegen? Het antwoord is nee. Want het gaat om het kind. Snap je? Dat is nou precies waar het om gaat. Het gaat om het kind. En niet om die moeder. Als je het hebt over abortus. Dit is nu één keer het standpunt. Dus het belang van het kind wordt geplaatst boven het belang van de moeder. Een moeder die, of een vrouw die verkracht is en daardoor zwanger is geraakt, moet dus volgens de idee van de pro-lifers die zwangerschap uitdragen en dan zorgen voor dat kind, of als ze dat niet wil, dat ze het kind afstaat. Want het gaat om het kind. En niet om de moeder. Het gaat om het leven. In de zin van leven en dood. En je kan als moeder niet zeggen, nou, maar dan is mijn leven voorbij. Nee, je leven is helemaal niet voorbij. Je moet die zwangerschap uitdragen. Kost je 9 maanden. 40 weken. En dan kan jij je leven weer oppakken bij waar het gebleven was. En dan kan je als vrouw zeggen van ja, maar dat soort risico's lopen mannen niet. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Een man kan niet zwanger geneukt worden. En dat is ook een nadeel voor de man, hè? Door jij als vrouw, jij hebt iets heel bijzonders. En ja, dat is niet alleen maar voordeel. Daar zitten ook nadelen aan. Bijvoorbeeld dat je mogelijk verkracht wordt met een zwangerschap ten gevolg.
En dat is niet leuk. Dat begrijp ik ook wel. Maar zo is het. En bescherm jezelf daartegen. Hè? Dus, pas op voor donkere steegjes in slechte buurten. Draag een pepperspray bij je. Jo, maar dat mag niet van de wet. Nou, van mij mag het wel. Ja, of iets anders. Kijk, hier in Arnhem loop je volgens mij niet zo'n risico hoor, dat je verkracht wordt. Dacht ik. Ja, en er zijn ook vrouwen en die beweren dat ze verkracht zijn. Waarvan je dan denkt, als je het hele verhaal hoort, van nou, een of andere Zweedse vrouw, die heeft een immigrant in huis genomen. En die immigrant heeft vervolgens na een aantal dagen daar verbleven te hebben, haar en haar dochter verkracht. Nou, waarom neem je een immigrant in je woning? Omdat die man zo zielig is? Denk goed na bij alles wat je doet. En raak je zwanger door een verkrachting. Ja. Ja, dat is niet leuk. Dat begrijp ik heel goed. Dat betekent nog niet dat je mag grijpen naar een middel als abortus. Want het gaat om een levend mens. Die niks te maken heeft met de manier waarop het verwekt is. Je kan het kind zelf opvoeden. Als je het kan dragen. Hè, zo'n opvoeding. En zo niet, dan sta je het af. Maar geen moord laten plegen op een ongeboren kind. Dat is mijn mening. En niet alleen die van mij. En dan heet het artikel op Prison Planet. Dus pro-abortion activist advocates violence against pro-life women. 50,000 people like her tweet. Dit gaat dus over een vrouw. Dit gaat niet over deze man. Maar dat is een pro-abortion activist. Pro-choice. Hier staat dan pro-abortion. Ja. Maar kennelijk dus een vrouw. Oh ja, en die heeft dus, ze heet Yesenia. Zo. Leuk, en ik heb, ik krijg een mailtje binnen van mijn lieve dochter. Nou, dat kunnen jullie dus zien vanwege de screencasten. Nou, en laat ik even verder voorlezen. A pro-abortion activist on Twitter endorsed violence against pro-life women. And the tweet received 50,000 likes. Proving once again how social media has radicalized the left. A user called Chalablush posted a video in response to the Alabama abortion law, which shows Jordan Hunt roundhouse kicking an anti-abortion activist in Toronto. The video went viral last year and led to Hunt's arrest on 8 counts of assault. It subsequently emerged that Hunt had a history of violent attacks against women and activists. En dan een of andere vrouw die reageert, dus Yesenia. I still stand by this king.
I hope he is doing okay. Fuck your abortion ban. The tweet openly endorses political violence and violence against women. Yet not only has it not been removed by Twitter, it has received over 50,000 likes from other leftists. Yeah. Dat is de samenleving. Geinig. Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen. Waar slaat dit op? Waar het mij om gaat is dat abortussen die worden gepleegd helemaal onder toezicht van de overheid en dat wordt nog gesubsidieerd ook. Als we daar nou eens mee ophouden. Ja. Als mensen een abortus willen laten plegen, ja, ik vind het een ongelooflijk dom idee. Maar dan betaal je daar maar zelf voor. En niet uit de algemene middelen. Die aangevuld worden door mensen zoals ik, die daar falikant op tegen zijn. Het is een mooi kort filmpje, vind ik. Huh? Kan ik even kijken naar het mailtje van mijn lieve dochter, die niet geaborteerd is. Haar broer wel. Die was nou 11 geweest. Maar ja, die is vermoord toen hij nog in de buik van zijn moeder zat. Hè? Dus ga er maar vanuit dat je in mei, niet in de maand mei, maar in mei met een lange ei, dat je in mei een pro-life activist hebt. En ik zal doorgaan met het protesteren tegen abortussen en pro-abortus activisten. En zeer zeker als dat mensen betreft, zoals deze meneer Hunt, die vrouwen die vreedzaam staan te demonstreren. In het, ja, geweld. Puur geweld. Dus nogmaals, als jij, zoals die Yesenia, dan zegt, I still stand by this king. Dus dit vind jij een koning? Nou, zoek een stuk uit met hem als koning. En vertel mij waar dat is. Dan ga ik daar niet wonen. Deze mensen, dus die meneer Hunt die je hier in beeld ziet. En die Yesenia die hem geweldig vindt. Die mensen die zijn gek. Die sporen niet. Die hebben ernstig psychische problemen. Die moet je steriliseren. Zo snel mogelijk. Het zal maar kinderen verwekken. Die ze rustig laten aborteren. Al was het alleen maar voor de lol. Ja toch? Nou dan. Super bedankt voor het luisteren. Ik snap dat ik een vrij strikt standpunt inneem, wat je misschien niet makkelijk te verteren vindt. Maar ik vond het niet makkelijk te verteren toen 11 jaar geleden mijn tweede kind werd vermoord in Den Haag op de algemene kosten van de Nederlandse samenleving. Snap je? En nee, er was geen sprake van een medische noodzaak of een maatschappelijk sociaal-economische noodzaak. Helemaal niet. Het was puur de satanistische dwang van die moeder. Waarover later meer. Ja?
dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.